ga je vandaag meenemen in een 5-stap skincare routine van Clay & Glow. Hierbij zorgen we ervoor dat je een mooie glow krijgt en dat je huid er mooi en gauw uit gaat zien. So let's glow! Je hebt nu natuurlijk geen make-up op. Indien je dat wel had gehad, dan hadden we de Foaming Micellar Make-up Remover van Clay & Glow gebruikt. Dit is een make-up remover die de huid effectief reinigt zonder deze uit te drogen. En deze gaan we vandaag dus niet gebruiken, maar daarom gaan we nu alvast verder met de volgende stap. We gaan nu de toner gebruiken. Dus een toner die zorgt ervoor dat de laatste vuilrestjes na het reinigen worden weggehaald en dat het hydrateert. Dit is een exfoliant. Dit kan je eigenlijk een beetje vergelijken met een scrub, maar dan zonder korrel. Heb je wel eens last van meeeters of oneffenheden? Ja, ik heb er inderdaad rondom mijn neus heb ik er wel eens last van. Ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat het product voor mij kan doen. Hier zitten dan BHA en AHA zuren in. Mm-hmm. En deze dragen bij aan de huidvernieuwing. Zodoende gaat deze meeeters tegen. Ja. Maar ook dat de producten die je hierna aanbrengt beter de huid indringen. Nou, stap 4 is het vitamine C serum van Clay & Glow. Ten eerste gaat het hyperpigmentatie tegen als je daar last van hebt. Het is ook speciaal voor de gevoelige huid gecreëerd. En omdat er niacinamide in zit, egaliseert het ook de huid en versterkt het de huidbarrière. In plaats van het vitamine C serum zou je ook het retinol serum kunnen gebruiken. Dit is een heel fijn serum om 's avonds te gebruiken. Dit gaat ook fijne lijntjes tegen. Wel zou ik je adviseren om dit niet samen met het vitamine C serum te gebruiken, omdat je dat een gevoelige reactie kan veroorzaken. We komen aan bij de laatste stap. Dit is de sunscreen van Clay & Glow. Als je hem goed in hebt gewerkt in je huid, dan zie je ook dat de sunscreen geen witte waas achterlaat. De sunscreen heeft natuurlijk al super mooi gehydrateerd, maar mocht je nog dat extra beetje hydratatie willen hebben, dan hebben we ook de moisturizer van Clay & Glow. En dat geeft net dat tikje extra hydratatie. Nou, wat vind je er zelf van? Je glowt helemaal zoals je ziet. Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Ja, nee, het is super mooi om een mooie glow te creëren met echt maar een paar simpele stappen. Ik zou zeggen, je bent klaar voor de make-up.